onze huisband. Geef ze een applaus, alsjeblieft. En welkom allemaal bij deze Haagse politieke talkshow Spuigasten. Hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Welkom allemaal. En ook natuurlijk de kijkers van Den Haag TV. Ook welkom. En ad.nl. Elke derde dinsdag van de maand zijn wij er. Tussen 6 en 7 met onze politieke talkshow. Van debatmeester Den Haag FM en AD Haagse Courant. En, belangrijk is altijd, het is nieuw jaar. Beste wensen allemaal, als het nog mag. En we hebben onze band. En de vraag is, jullie hebben een nieuwe naam. Ja, vanavond zijn wij de Handhavers. Want daar is altijd een chronisch gebrek aan. In Den Haag en andere steden. Maar straks misschien, als drugs eindelijk legaal wordt, dan, ja, dan is het niet meer nodig. De Handhavers. En de volgende keer dus de leraren of de boeren? Ja, grote kans dat die nog een keer voorbij komen als die weer eens een keer wat van zich laten horen, ja. Oké, nou, de Handhavers dus. Geef ze een applaus, alsjeblieft. Axel Veldhuizen van het AD, wat gaan we doen? Ja, ik ben geen Julia Proost, je ziet het. Julia, veel beterschap. Wat gaan we doen? We hebben een nieuwe wethouder van het CDA. We hebben de kraaien en we gaan praten over kroketten. Kroketten, vega-kroketten of echte kroketten. Lekker. Maar allereerst gaan we het hebben over de kerstgedachten van de burgemeester, de waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes. Hij schreef een brief onder de kerstboom met daarin nu twee gasten. Johan Remkes, ik zal hem even introduceren, had nog wat tijd over. Na zijn eerste drie maanden als waarnemend burgemeester schreef hij een opmerkelijke brief. Zo'n brief die wil je eigenlijk niet krijgen. Hij maakte gehakt van de Haagse gemeenteraad. Zo'n kerstrapport kreeg de Haagse gemeenteraad. We hebben John Bell, directeur van het Pericles Instituut. Hij volgt de lokale democratie op de voet. En politiek verslaggever Maarten Brakema, mijn oude vriend en collega. Hij volgt de Tweede Kamer al zijn hele leven, de provincie, de gemeenteraad van welke stad dan ook. Delft, Den Haag, noem maar op. Welkom hier op de bank. Pak een microfoon, dan kunnen we die goed verstaan. Geef ze alvast nog een applaus, zou ik zeggen. En een hartelijk applaus. John Bell, Maarten Brakema. Ja, John, heb je eigenlijk ooit zo'n brief gezien? Want wat Axel net al zei, het was een pijnlijke brief eigenlijk voor de Haagse gemeenteraad. Heb je het ooit eerder gezien, zoiets? Oh, nog wel erger. Nog wel erger? Ja, niet in Den Haag hoor, maar het is vaste prik dat een burgemeester bij zijn aantreden na de eerste 100 dagen wat observaties deelt. En in een enkele gemeente Aalten schiet me te binnen. Zijn dat soms conclusies waarvan gemeenteraadsleden in de beginsel even moeten slikken. In die zin vond ik de brief die Remkes aan de Haagse leden schreef niet eens zo heel scherp eigenlijk. Niet eens zo heel scherp? Nee, een heleboel gemeenten had dit toch een enorme open deur geweest. Daar gaan we zo op door, want Maarten, nou ja, ik zei ja. Al, je hebt heel wat burgemeesters zien komen en gaan. Nou ja, ik ook. Ik stond wel te kijken. Ja, John heeft er nog veel meer zien komen en gaan. Wat vond jij van die brief? Nou, ik vond die titel was hartstikke mooi. Overpeinzingen onder de kerstboom. En dan schreef hij zelf zo een beetje. Nou ja, het zijn observaties, waarnemingen. Dus dan kleed je het zelf al een beetje in. Van, nou ja, mijn mening kan je ook inruilen voor een andere. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hij is duidelijk door Jaap Smit, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, hier naartoe gestuurd. En Smit heeft dat ook gezegd om rust, reinheid en regelmaat te brengen. Dus we hadden het er net even over daarachter. Er is eerst een commissie aan de slag gegaan om te praten, om te kijken naar de integriteit van de wethouders. Die onder meer Johan Leemhuis-Stout, oud-commissaris van de Koning toen nog in Zuid-Holland. Die kwam ook met wat flinke aanbevelingen toch wel voor het functioneren. Die keken naar de integriteit van die wethouders, of dat allemaal goed zat. Maar tegelijkertijd waren er aanbevelingen over hoe het college functioneerde. Ja. Dat was al, vond ik best wel pittig. Ja. Laten we even naar deze brief gaan. Die kerstgedachte van de burgemeester. Wat zei hij nou? Hij zegt dat de politieke partijen vooral met hun eigen achterban bezig zijn. Die financiering is niet op orde en daar moeten betere afspraken over worden gemaakt. De gemeenteraadsvergaderingen, dat hoor je echt overal, die duren veel te lang. En eigenlijk gewoon het niveau is te laag. Ze kunnen er niets van. Wat vind je daarin? Echt iemand van zijn stoel, van die conclusies? Ja, ik viel van mijn stoel. Ik vond het stevig. Maar ja, het is jouw vak, dus
Jij zei van nou ja, ik heb ook wel eens een keertje een pittig stukje over de Haagse gemeenteraad geschreven. Ja. In die zin, die observaties die Remkes hier schrijft. Ja, mensen die een paar keer op de publieke tribune hebben gezeten. Die zullen, ja, exact. Ja, Freud die aanschaafste. Die zullen niet denken dat Remkes van een andere planeet komt. Of nee, zo. Want de Haagse gemeenteraad is... Nou ja, het is een beetje een vechtkooi, hè. Setting helpt er ook niet mee. En die strakke, koude zaal met die blokken die tegenover elkaar staan... waar je elkaar niet goed in de ogen kan kijken. Tietja Ketelaar van de NRC heeft daar een keer een leuk stukje over gemaakt. En tegelijkertijd een gemeenteraad... die heel erg georganiseerd lijkt langs de lijn van fracties. En als je nou maar punten scoort... ten koste van een andere fractie, dan ben je politiek aan het bedrijven. Lijkt een beetje de morris te zijn. En dat is helemaal geen politiek bedrijven. Hoe ontstaat dat in zo'n gemeenteraad? Dat je toch halverwege de rit moet vaststellen... iedereen is een soort van wel eens van... jongens, dit ziet er niet uit. Dat waren ik denk ook woorden. Niet dat er iemand gelukkig van wordt. Maar hoe kan dit ontstaan? Niet. Hoe kan dit ontstaan binnen zo'n groep mensen... dat ze er niks van bakken? Ik weet niet of er raadsleden zijn. Sorry dat ik het zo... Cultuur? Cultuur is een belangrijke factor. En dat groeit gaandeweg. Dan heb je een keer te maken met een college... wat nog te sterk monistisch opereert. En dus weinig luistert naar andere geluiden. Dat ze gewoon nog te veel invloed hebben op die raadsleden, die wethouders. Ja, fracties die dan toevallig een wethouder een keer hebben voorgedragen in een periode... ook te weinig kritisch zijn en een eigen geluid laat horen. En zo langzamerhand... ontstaat dan een politieke cultuur waar het eerder gaat over macht... en het beschermen van je eigen terrein. En niet meer het gaat over een goed debat... waarin je elkaar bevraagt over wat er nou echt nodig is. Herken je dat, Maarten? Ja, dat herken ik wel. En ik denk ook wel eens, zat ik het laatst nog te denken... dat ook wel meespeelt dat heel veel Haagse raadsleden... hebben nauwe banden met de Tweede Kamer. Ook fractiemedewerker in de Tweede Kamer... voorlichter van een Tweede Kamerfractie... En ik heb soms ook wel eens de indruk dat de Haagse lokale politiek erg beïnvloedt. Omdat sommige raadsleden of medewerkers van die fractie denken... joh, misschien kunnen we straks daar wel aan de overkant lekker aan het werk. We gaan ons hier in Den Haag een beetje profileren. Ja, John, of is het in Paddingsveen of waar je allemaal niet komt even erg? Ja, ik heb ik mag op mijn cv zetten dat ik meer dan 300 gemeenteraden heb zien vergaderen. Dus ik kom nog wel eens ergens... Ja, ziek hè, jongens. Ik heb het omgekeerd. Ik heb de Haagse Raad 300 keer zien vergaderen. En ik ben benieuwd wat erger is. Nou ja, zoals Axel Det schets, is het de Haagse gemeenteraad volgen is geen feest. Het is gewoon een martelgang. Ah, nee, zo ervaar ik dat helemaal niet. Ik vind het geen martelgang. Kijk, het is ook wel leuk om te kijken naar wat er gebeurt. Je ziet die raadsleden vlak voor je. Hè. We zitten dan op die eerste rij op die publieke tribune. Je loopt een beetje in die wandelgang, je spreekt mensen. Het is heel, heel interessant om te volgen wat er gebeurt. Maar als je gewoon achterover gaat zitten. Is het erger hier? Nou ja, ik zou het onder het gemiddelde willen noemen. Er mag wel een investering, daar heeft Remkes gelijk in. Er mag wel een investering komen. Wat ik graag zou zien... Nee, ik wil een vergelijking, zeg eens. Wat, ja, wat is nou, dat vind ik moeilijk te zeggen. Want er is geen lijst van objectieve criteria. En nou, je hebt wel politiek is geen jurysport. Je zei, dit is echt zo waardeloos. Nou, wat ik graag zou willen zien is dat er een debat ontstaat... waarin je aan het eind van de rit kan merken... met welke argumenten iets wel of niet wordt aangenomen. Neem even het Spuiforum. Dat is dan een politiek onderwerp wat ik beter ken... dan wat de gemeenteraad gemiddeld behandelt. Ja. Dat haalt vaker het nieuws. Zo eenvoudig is het. En als je nou kijkt naar het hele debatten die zijn geweest over het Spuiforum... dan ging het toch vaker over wie krijgt wat voor elkaar... in plaats van het gesprek over is dit nou goed voor de stad? En als je dan tegen bent, worden die argumenten dan ook meegewogen? Als ik dat dan vergelijk met een debat uit mijn stad... de gemeenteraad die ik dan gelukkig wat beter kan volgen... Dat is? Rotterdam, waar nog steeds gekibbeld wordt over de bouw voor een nieuw stadion... voor een sportclub op Zuid... Daar wordt al langer over gesproken dan in Den Haag over het Spuiforum. Absoluut, absoluut. En niet onterecht. Want de eerste keer dat het in 2013 door de gemeenteraad werd afgeschoten, het plan, was het duidelijk waarom dat werd afgeschoten. Het leverde de buurt te weinig op. Mm-hmm. En nog steeds zijn dat issues die in de gemeenteraad worden besproken door een gemeenteraad die het college daar dus ook in scherp houdt. En hier heb ik niet altijd het idee dat de volksvertegenwoordiging te veel grip houdt op de opdracht die ze zelf aan het college had mee willen geven. Dus in de stad van geen woorden maar daden kunnen ze beter vergaderen dan in Den Haag. Is eigenlijk
korte samenvatting wat je nu zegt. In Rotterdam doen ze dat inhoudelijker beter dan hier. Dat is een mooie samenvatting, al wil ik niet uitsluiten dat er ook iets chauvinistisch bij zit. Oké, is er nou ook iets, zit er nou iets in van, je hebt hier 15 partijen en het is hier in Den Haag ook, je weet niet, aan het eind van de week kunnen het er ook weer 16 zijn. Is dat niet ook een beetje een oorzaak dat je 15 mensen hebt die een meningje willen hebben, die toch wel heel erg lijkt op die mening van de buurman? En dan hoor je heel vaak hetzelfde. Ja, ik vind van niet. Ik mag dan me gelukkig prijzen dat ik ook wel eens een andere gemeenteraad zie vergaderen. Lelystad bijvoorbeeld, met 17 fracties. Ja. Waar iedere fractie wel zijn eigen speerpunten heeft bepaald. En ook voor zorgt dat ze daar vooral een bijdrage aan leveren in het publieke debat. Kaderstellend is, een goede opdracht geeft. Ja, het gaat er vrij fatsoenlijk in Lelystad. Zaanstad heeft zo zijn rumoerige periodes. En dat zijn nu, geloof ik, 13 fracties, 14 fracties. 15 fracties, dankjewel. Dat varieert ook nog wel eens. Want daar smelt het wel eens een keer paar samen. Het zit dus niet in de hoeveelheid partijen. Nee, in de regel zou je kunnen zeggen dat meer fracties ervoor zorgen dat het een pluriforme debat wordt. Ik herinner me ook de tijden van de zogeheten blokpolitiek, waar je een massaal PvdA had. En dan er stond daar een rechtsachtig blokje tegenover. Ja, dat debat kwam ook niet los. Nou Maarten, dat kan jij ook nog wel herinneren. Hè? Ja. Dat hier, Hey, misschien even geheim, maar wij hebben ooit nog samen van de Haagse Courant gemeenteraad gedaan. En ik kan me herinneren dat er een tijd was in de Haagse gemeenteraad dat als de Partij van de Arbeid belde met, of een schriftelijke vraag over iets stelde. En dan kon je eigenlijk al aannemen dat het ging gebeuren. Want de Partij van de Arbeid had 15 zetels. En die vormde samen met de VVD volgens mij in die tijd de coalitie. Dus dan was het eigenlijk al geregeld. En dat is nu wel anders. Hè, een mooi voorbeeld is dat vuurwerkverbod. Er leek dan vorige week wel eens een meerderheid voor te zijn. Maar dan moeten al die partijen moeten dan toch nog een soort combinatie weten te vormen onder welke voorwaarden dat gebeurt. Ja. En dan bleek een paar dagen later dat het er toch waarschijnlijk niet gaat komen. Omdat dan een partij weer afhaakt. Maar ik hoorde je net nog één ding zeggen over die, als ik mag, dat hier een beetje het Tweede Kamertje wordt gespeeld. Ja. Het ligt hier ook om de hoek. Ja. Laten we even tot slot, we zitten een beetje aan de tijd, ook kijken naar oplossingen. Zou je niet mensen die hier politiek actief zijn, een soort van lichte dwang uit moeten oefenen om niet daar actief te zijn of ergens een baan elders te zoeken om een beetje te zien wat er in de grote wijde wereld te koop is? Nou, ik zou wel iets meer scheiding willen. Ik vind dat het soms gaat het wel heel, heel snel. Er was ook een soort traditie dat fractievoorzitter van de VVD werd dan uiteindelijk wethouder en daarna altijd Kamerlid. En je kan ze ook allemaal nog opnoemen waarbij dat gebeurd is. Ja, zo'n soort. En die hele nauwe banden. Dat een raadslid van hier ook weer fractiemedewerker is van de SP. En dat dan schriftelijke vragen, als het hier niet lukt, via de SP in de Tweede Kamer weer worden gesteld. Ja, ik zou het allemaal wat. Het zou gezond zijn om daar iets meer scheiding in aan. Als het gaat om dubbelfuncties, spant Den Haag de kroon. Even los van partijen die überhaupt al goed zijn in het stapelen van functionarissen. De andere kant is, er komt nu een heidag voor de Raad van Den Haag. Dat is al hele winst. Vorige periode lukte dat niet. Toen werd die op het allerlaatste moment afgeblazen. Misschien gaan ze het wel leren hoe het moet. En dat al die mensen die dan hier in het IJspaleis vergaderen, ook de Tweede Kamer eens een keertje kunnen gaan leren hoe ze beter politiek kunnen bedrijven. Want als er ergens wel eens een verbeterslag gemaakt kan worden, dan is het wel aan het Binnenhof. Zeker. Dank John Bell, Maarten Brakema voor deze wijze lessen. En zelf al trouwens wat oplossingen bedacht voor de vergadering even wat sneller te laten gaan. Bijvoorbeeld misschien even de telefoons inleveren. Dat zou nog een idee zijn. Je ziet ze altijd zo twitteren tijdens die vergadering. Of misschien staand vergaderen. Allemaal ideeën. Of bij de uitgang gratis bier afhalen. Nou, dat zijn allemaal van die dingen die je zou kunnen invoeren. Er ging een partijoorlog aan vooraf, zo zou je het maar mogen zeggen. De alom gewaardeerde Danielle Koster die verdween via de coulissen. Het had te maken met het feit dat het partijbestuur van het CDA haar links liet liggen en Hilbert Bredemeijer naar voren schoof. En hier in Spuigasten is deze nieuwe wethouder van het CDA, Hilbert Bredemeijer. Geef een applaus, alsjeblieft. Nou ja, om toch nog even in te haken op het vorige onderwerp. Als we het nou hebben over, nou, ik zou maar zeggen, wisselende contacten, dan
Je hebt hier wat voetstappen liggen. Je hebt dan bij de Tweede Kamer wat voetstappen liggen. Bij de AIVD. We komen er straks op terug. Maar je bent wel een beetje vertegenwoordiger van dat beide Den Haag. Hè? Ja, maar ik ben ook in al die jaren vrijwilliger geweest van de Haagse afdeling van het CDA. Dus in die zin was er altijd een verwevenheid. Nou, dan kan het wel. En ik heb ook in Utrecht gewerkt. En ik heb inderdaad in Zoetermeer gewerkt. Ik heb in Den Haag gewerkt. Ik heb op verschillende plekken gewerkt. Op ons draaiboekje stond de wethouder CDA. Die moeten we toch zeker spreken. Alleen jouw naam stond er niet bij. Dat was die van Danielle Koster. Die hebben we eerder in deze show gehad. En die deed het wel goed. Daar waren we zeer tevreden over. En we dachten eigenlijk ook wel dat zij de wethouder van het CDA zou worden. En met ons nog wel meer mensen. Vertel eens even, hoe is dat gegaan? Hoe is dat gegaan daar binnen het CDA dat we hier niet Danielle Koster hebben, zeer gewaardeerde raadslid en tijdelijk fractievoorzitter? Hoe dat gegaan is als volgt. Kijk, op 1 oktober gebeurde er iets waar we nog steeds de vruchten van plukken, om het zo te zeggen, in bestuurlijk Den Haag. Je bedoelt? En ook later. Het aftreden van burgemeester Krikke. Wat ik zag als vrijwilliger van de afdeling Den Haag, maar ook gewoon als Hagenees, is dat we echt klappen kregen. En dat we als stad het echt zwaar te verduren hadden bestuurlijk. Wat ik toen gedaan heb, is mijzelf gekandideerd als kandidaat wethouder en aangegeven dat ik me verantwoordelijk voel daarvoor. Laat ik zeggen, het is ongelooflijk jammer dat Danielle geen fractievoorzitter meer is. Want zij was inderdaad, wat je zelf ook zegt, een heel goed fractievoorzitter. Dat is iets wat wij als CDA in Den Haag allemaal vonden. Wat we in de hele stad volgens mij met elkaar vonden. Het was een heel goede fractievoorzitter. En het is ongelooflijk zonde dat ze dat niet meer is. Maar is zij verloren voor Den Haag en voor het CDA? Ze is verloren voor de gemeenteraad van Den Haag. Want ze is geen fractievoorzitter meer. Ja. Ik hoop niet voor de stad. Waar zien we er terug? Wat zeg je? Waar zien we er terug? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Nee. Ik ga niet voor haar spreken. Maar het is wel ongelooflijk jammer dat ze geen fractievoorzitter meer is. Ja. Het probleem is wel met dit verhaal. Ja, Danielle Koster is gewoon weggegaan zonder dat ze iets heeft gezegd. Wij vullen het nu in. Het is uit onvrede gebeurd. Zelf nog contact met haar gehad, direct. Ja, maar ze is ook niet weggegaan zonder dat ze iets heeft gezegd. Hè? Want ik kan me herinneren dat ze wegging. Het was in de raad dat ik werd beëdigd als wethouder. Dat zij inderdaad wegging met een dijk van een speech. Dus weggaan zonder iets gezegd hebben, dat is niet waar. Nee, maar goed, ze zei niks over het hele gedoe rondom het wethouderschap. Nou, ze zei dat ze er vertrouwen in had dat met de gekozen lijn het CDA een goede vertegenwoordiging kreeg in het college en in de fractie. Ja. Dat deze met opgeheven hoofd. Dus ik vond dat een dijk van een verhaal waarmee ze wegging. Los van het feit dat ik het echt jammer vind dat ze wegging, maar ze ging wel met opgeheven hoofd weg en met een heel goed verhaal. Axel zei het net al, sporen eigenlijk op het Binnenhof. Want u heeft uw sporen verdiend in Den Haag. Woordvoerder van het college van BMW hier in Den Haag. Van de CDA Tweede Kamerfractie. Verder voorzitter van het afdelingsbestuur hier van het CDA in Den Haag. En ook woordvoerder van de AIVD, dames en heren. Ja, dat lijkt me een geweldige baan. Want dan, althans, dat zeggen wij als journalisten altijd. Dat heb je maar één zin te zeggen. Geen commentaar. Want, hoe gaat dat? Geen commentaar. Hij is goed. Nee, mag ik daar kort wat over zeggen? Want het is inderdaad natuurlijk een beeld. Kijk, de AIVD is voor veel mensen de geheime dienst van Nederland. Maar het is natuurlijk meer. Het is ook de dienst die bezig is om ons als land veilig te houden. En daarvoor moeten er inlichtingen worden verzameld, maar ook adviezen worden gegeven. En het verzamelen van inlichtingen, dus het geheime gedeelte van het werk, daar hoef je niet al te veel over te zeggen. Ik denk dat we daar allemaal bij gebaat zijn dat we daar niet al te veel over zeiden in die tijd. Maar het tweede gedeelte, de manier waarop we met elkaar veilig worden in Nederland, daar kun je als AIVD natuurlijk heel veel over zeggen. Dat probeerden we ook. Ja, dat was je rol. Van de gleufhoeden en de lange regenjassen en de bruine enveloppen ben je nu chef vuilnisbak geworden. De orax vallen volgens mij, het straatvuil. Wie nog inderdaad een foto wil maken van het vuilnis op straat, dit is de man. Bart, kom maar op. Maar wel een gemiste kans, want we hebben hier eerder een debatje gehad over twee wethouders. De ene was chef vuilnisbak, de ander was chef straatvuil. Nou viel er een college, was dat probleem op te lossen? En er zit hier nu de chef straatvuil of vuilnisbak, wat is het? Wethouder onderwijs, sport en buitenruimte. Maar waarom is dat niet geregeld? Waarom is dat niet geregeld dat toch één man, één vuilnisbak? Kijk, het ophalen van afval, dat is de verantwoordelijkheid. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van Lisbeth van Tongeren. En de buitenruimte valt onder mijn verantwoordelijkheid. En helaas is het zo dat we in Den Haag een soort gewoonte hebben om niet alles in vuilnisbakken te gooien. Want dan
kan het gewoon opgehaald worden. Maar om het er ook naast te zetten of in het groen neer te gooien. En ik ga bijvoorbeeld, hè, onder mijn verantwoordelijkheid, groen maken we, houden we mooi, houden we netjes. Maar daar werkt niet iedereen aan mee. En als dat gebeurt, ja, dan is het inderdaad onder mijn verantwoordelijkheid dat het zo is. Dus ik zou zeggen, als iedereen nou gewoon zijn spullen in de prullenbak gooit en zijn grof vel op laat halen op de tijd dat hij dat wil. Ja, of Lisbeth van Toren moet die dingen vaker laten legen. Dat kan ook. Ja, maar als je het er niet in gooit, dan kun je het legen wat je wil. Maar dan komt het niet in op de plek waar je het wil. Je moet het gewoon erin gooien, dan wordt het geleegd. Ja, maar als die bakken vol zitten, dat is juist het probleem. Absoluut. Dan komt het. Ja. Absoluut. Dus die bakken moeten we vaak genoeg legen. Allemaal waar, maar het begint ook wel echt bij de mensen die het er niet in gooien. Het is een levensgevaarlijk politiek onderwerp in Den Haag geweest. Waarschuwt die vuilnisbakken, ja. Dit kom je aan herinneren. Ander levensgevaarlijk onderwerp, de Haagse Markt. Hoe zat dat nou? Er is volgens mij ook iemand van Markt die kwam nog wat incasseren. Want er was een legersverlaging afgesproken. Hilbert Bredemeijer treedt aan en iedereen krijgt nu een huurverhoging. Hoe zit dat? Hoe zit dat? Axel, nu ga je ook weer door de bocht. Het AD, hè? Dat weet je. Ja, heel goed. Nee hoor. Kijk, we kunnen niet lachen over doen, ga ik niet doen. Want dit, ja. we hebben net even kennis gemaakt. En dat gaan we binnenkort ook echt doen. Want we hebben elkaar net nu even gezien. Maar we hadden ook via de mail even contact. En voordat we de commissiebehandeling hebben... Nee, dat vind ik belangrijk om te zeggen. Want het beeld is nu van... er komt een nieuwe wethouder, is de situatie anders. Nee, dat is niet waar. We moeten nog wel kennis maken. En dat gaan we dan ook doen. Kijk, mijn voorganger Richard de Mos heeft aangegeven... die is met een plan gekomen op 24 september van dit jaar... en in dat plan stond onder andere, stond meer dingen, maar onder andere inderdaad de verlaging van de kosten van de tarieven van 10%. Nou, dat is een van de dingen die ligt nog steeds voor. Dat is door het vorige college voorgesteld en moet nog door de raad worden vastgesteld. Of worden in raad, commissie worden behandeld en vervolgens worden vastgesteld als het mij ligt. En aan dat voorstel is niks veranderd. Dus het huidige college staat wat dat betreft achter het voorstel van het vorige college, wat door Richard de Mos is ingediend. En dat voorstel dat ligt er nog. De tarieven gaan gewoon omlaag en er wordt niets verhoogd, begrijpen we. Wat zeg je? Het is één misverstand. Er gaan geen tarieven omhoog. En daarnaast, en wat nu het misverstand is, laat ik dat ook helder hebben. En daarom is het ook terecht dat jullie nu, snap ik heel goed, dat jullie nu zeggen van, hé, hoe zit dat nou? Want die behandeling heeft dus niet plaatsgevonden. Die behandeling van dat voorstel van Richard de Mos heeft niet plaatsgevonden, van het vorige college. Ondertussen heeft de gemeenteraad wel het plan aangenomen om alle tarieven, er zijn veel tarieven die door de gemeenteraad worden vastgesteld, om die gewoon mee te laten gaan met de trend. Dus gewoon te laten indexeren. En die indexering die komt nu op 2,6 en op 3,3%. En die indexering die is wel gewoon gecommuniceerd. Dat is natuurlijk een beetje verwarrend, want die indexering die gaat wel door, maar die verlaging niet. Als het aan mij ligt, gaat die 10%, zoals dat voorgesteld is, ook gewoon door. Dus het is een prijsverlaging, een prijsverhoging. En, nee, maar indexering is geen prijsverhoging. Nee. Anders gaan we het is een aanpassing aan het meten. Ja. Maak maar weer een stap, want het is een uitgebreide portefeuille. Dat is de portefeuille onderwijs. Laten we daar even naar kijken. U bent 3 weken bezig. Heeft niet alleen een soort van ruzie gemaakt met die gemeenteraad, maar kennelijk nu ook al met het kabinet. Want er is een brandbrief uit over het onderwijs. Cynici op mijn redactie fluisterden... oh, dat is de jaarlijkse brandbrief van de wethouders onderwijs... dat er te weinig docenten zijn. Is die inderdaad aan de orde, die jaarlijkse brandbrief? Ja, het is mijn eerste brandbrief, hoor. Ja, kijk... Wat staat erin? Kijk, we hebben inderdaad vandaag een brief aan minister Slob gestuurd... samen met de G4-wethouders onderwijs. En dat is ook omdat we... We gaan binnenkort gaan we het hebben over het lerarentekort... en dat is een gigantisch groot probleem. In heel Nederland, maar in de grote steden specifiek. Want in grote steden heb je een heel ander soort problematiek. Daar heb je een enorme achterstanden. En die achterstanden zorgen ervoor dat leraren een heel andere uitdaging hebben om die kinderen les te komen geven. Dat is gewoon zo. Dus de problemen in Den Haag als het gaat om lerarentekort zijn gewoon veel groter dan in de rest van Nederland. In de grote steden moet ik zeggen, onder andere Den Haag. Dus wij zeggen met elkaar, wij moeten noodmaatregelen gaan bedenken. Dat zijn we nu aan het doen. De scholen, of de schoolbesturen, de gemeente, de inspectie, OCW... Met z'n vieren zijn we bezig om noodmaatregelen, een pakket aan noodmaatregelen te maken. En daarmee willen we voor de korte termijn het hoognodige doen. Het zijn de zandzakken, om het zo te zeggen. Die moeten zorgen dat het enigszins behapbaar wordt. Maar daarmee zijn we er niet. Dus die noodmaatregelen die gaan we volgende week communiceren. Maar in de tussentijd willen we ook alvast aan minister Slob laten weten... het moet meer zijn dan alleen die noodmaatregelen. We moeten met elkaar na gaan denken over een stelselwijziging... waarmee we het hele onderwijs gewoon toekomstbestendig maken. Je hebt het over de noodmaatregelen, maar wat voor pleisters zijn dat dan? Want je zegt van ja, dat gaan we volgende week communiceren, maar dat weet je dus nu al. Wij zijn erover in gesprek. Dus wij komen natuurlijk vanuit onze ervaring in Den Haag met voorstellen. De besturen... Maar noem eens iets waarvan wij... Bijvoorbeeld, kunnen we doorgaan met deze omvang van klassen? Of moeten die klassen een tijdje gewoon groter zijn? Ja, het is iets wat je niet per se wil. Maar misschien is het wel noodzakelijk voor de komende tijd eventjes.
klassen groter? Hoe gaan we om met de bevoegdheden die zij-instromers hebben? Zij-instromers is iets wat prachtig is. Vanuit het bedrijfsleven bijvoorbeeld gaan mensen zich inzetten om ofwel tijdelijk ofwel voor een paar uur in de week of volledig les te gaan geven. Supergoed, want dat is gewoon belangrijk. Maar die lopen heel snel aan tegen welke bevoegdheden heb je en mag dat allemaal wel. Misschien moet je daar even gewoon een tijdje wat ontspannender mee omgaan. En dat is nou zo'n noodmaatregel. Ja, moet je niet al die leraren gewoon een huis geven, bijvoorbeeld hier in Den Haag? Nou ja, dat kun je niet als noodmaatregel doen. Maar dat zijn nou dingen die je vervolgens met elkaar moet gaan doen voor de toekomst. Ja. In Den Haag willen we echt toe naar een huizenmarkt waarin je ook zegt, er is ruimte voor onderwijzers, voor verplegers, voor agenten. De middengroep, de middeninkomensgroep, zeg maar, die hier in Den Haag heel moeilijk een huis kunnen vinden. Maar laten we dan eens kijken naar zo'n groot project in Den Haag, waar huizen, vooral heel veel huizen, worden gebouwd in Binkhorst. Nou, daar kom je met je inkomen als docent. Wijs aan, waar zijn die huizen waar die docenten werken? Ik weet niet wat je... Dat zijn dure woningen. Ja. En het vervelende voor die docenten is, in de buurt kunnen ze geen les geven, want bij het bouwen van de Binkhorst is geen rekening gehouden met de bouw van scholen. Nee, maar dat is nog in ontwikkeling. Dus er is wel degelijk. Het is natuurlijk een typisch project. Het is een soort industriegebied. Ja. Wel redelijk dicht tegen het centrum van Den Haag, waar we nu een fantastische ontwikkeling gaan doormaken. Dus dat is gewoon heel mooi. Heel populair ook, want heel veel mensen willen daar wonen. Volgens mij zijn toch de momenten waar je. En dat zijn de momenten dat je dus inderdaad met elkaar gaat kijken. Wat doet de markt? Want dit is natuurlijk een heel typisch plan. De markt maakt een plan. En vervolgens zien we met elkaar daar. Hey, is daar wel, zijn alle voorzieningen daar wel ingetekend? Daar zijn we nu mee bezig. Daar is mijn collega Boudewijn Revers mee bezig. Maar waarom heeft het gemeentebestuur daar niet gezegd? Dat kabeltje, ja, dat is voor docenten. Er worden daar 3 scholen ingetekend. Dus maar ook gewoon huisvesting voor docenten, voor politiemensen. De mensen waarvan iedereen van overtuigd is. Na de uitzending alstublieft. Waarom zegt u niet, deze mensen willen wij huisvesten. Dit is voor jullie. Maar dat zeggen we ook. Maar dat zijn de middenhuur voor wat je voor deze groep vrijmaakt. En dat ga je niet per se van tevoren in al je ontwikkelingen doen. Maar er was een heel ministerie wat daarvoor was. Nee, zeker, maar als er panden vrijkomen, die ga je herontwikkelen, dan ga je kijken, hey, past daar misschien die middenhuur in? Maar u heeft nog 2 jaar de tijd om iets als wethouder te regelen, om maar zo te zeggen. Waar kunnen we u nou aan houden? Wat is nou over 2 jaar geregeld? Wat heeft Hilbert Bredemeijer geregeld? Het is denk ik makkelijk om dan met de CDA-stokpaardjes of met de onderwijspunten te komen. Wat ik denk ik belangrijk vind, ik heb het altijd als relatief buitenstaande gevolgd. Op de achtergrond was ik wel actief, maar ik wel als gewoon Hagenees gevolgd, de Haagse politiek. En het was een interessant gesprek net, want ik herken heel veel dingen. Wat wij volgens mij met elkaar doen, is binnen de Haagse politiek allemaal ons eigen stokpaardje bereiden en roepen wat we vinden zonder al te veel naar elkaar te luisteren. In die zin is er echt sprake van een soort waardecrisis, dat je gewoon maar roept en niet naar elkaar luistert. Ik zou echt willen pleiten voor meer luisteren. En inderdaad 15 partijen. Volgens mij op zich niet eens per se een probleem. Want 15 fracties waarin iedereen met heel veel bevlogenheid en met een bepaalde ideologie heeft gekozen om zich sterk te maken voor zijn of haar punt. Nou, dat is top. Daar kun je alleen maar blij mee zijn. Wel 15 partijen, dus veel. Maar luister alsjeblieft wat meer naar elkaar. Daar zou ik voor willen pleiten. Maar daar zou ik zelf ook een voorbeeld voor. Het is toch een CDA-standpunt uiteindelijk. Normen en waarden. Ik weet niet of dat een CDA-standpunt is. Ja, graag, normen en waarden. Ga goed met elkaar om, luister naar elkaar. Maar ik hoop dat het niet alleen een CDA-standpunt is, maar dat het gewoon een Haag-standpunt is, laten we zo maar zeggen. Oké, uw voorganger Richard de Mos, die zei altijd, wij regelen het. Dat was zijn credo, Hilbert Bredemeijer. We kennen u nu een beetje. Die zegt altijd, luister naar elkaar, zei ik net bijvoorbeeld. Maar ik zeg ook, ik zeg ook, het is niet altijd de hardste schreeuwer die zijn zin krijgt. Want dat zie je natuurlijk ook. Heel veel schreeuwers. En als je maar hard genoeg schreeuwt, dan krijg je vanzelf aandacht en vanzelf misschien je zin. Ik zou ook willen pleiten voor de stille meerderheid, die misschien gewoon afwacht, of die gewoon het op een nette manier probeert om de stille meerderheid, om die ook een stem te geven. Luister naar elkaar. Ja. Hilbert Bredemeijer, geef een applaus alsjeblieft. Goedenavond. Den Haag zijn in de buurt van het Veluweplein afgelopen nacht 27 jongeren gearresteerd die volgens de politie tot op stel te zetten. Zo klonk het in de jaren 80 op tv. De meeste pas na de jaarwisseling zullen worden vrijgegeven. Heel Den Haag in de brand. Volgens de politie was de toestand in de wijk onhoudbaar geworden. Laat je haar even lekker horen Den Haag. Verschillende huiseigenaren treffen hun eigen veiligheidsmaatregelen met het oog op oudjaar. Sinds 2001 met je vader op het strand. Samen sjouwen, samen bouwen, iedereen splinters in zijn hand. Blauw bekken van de car, lekker bekken kabeljauw. Met z'n allen stapelen aan dat harde flatgebouw.
Oké, Den Haag, ga je handjes even in de lucht. Eén team, één taak, we doen het voor elkaar. Eén team, één taak, jullie noemen het gevaar. Eén team, één taak, dit is ons gebaar. Eén team, één taak, aan het eind van elk jaar. We doen het voor elkaar. Eén team, één taak. Jullie noemen het gevaar. Eén team, één taak. Dit is ons gevaar. Eén team, één taak. Aan het eind van elk jaar. En zo hebben we dat gedaan. Aan het eind van vorig jaar. Om de boel een beetje onder controle te houden. Om een beetje rust te krijgen. Ja, toch? Wat muziek verbroedert uiteindelijk. En dat is uiteindelijk toch waar het om gaat. Ja, toch? Geen geweld. Geen sloopacties. En allemaal met z'n allen een vuist maken. Om volgend jaar weer een vreugdeviertje te kunnen bouwen. Ja, toch? Zijn we het daarmee eens? Precies. Vechten voor de trots, de cultuur en de traditie. Eet geen honing, kaal bijen. Duizend pellets als munitie. Geef de mensen wat van hun is. Ja, nu slaat het laatste uur. Laat de vlammen niet verloren gaan. Dit is ons vreugdevuur. Oké, Den Haag, hey! Eén team, één taak. We doen het voor elkaar. Eén team, één taak. Jullie noemen het gevaar. Eén team, één taak. Dit is ons gevaar. Eén team, één taak. Aan het eind van elk jaar. Dankjewel, Den Haag. De kraaien. Ja, laat je even horen voor de paar dames. Even serieus. We zijn bezig, hè? We zijn gehuurd. Bert Gansenbeff van de Kraaien. Ik heb nog even een korte vraag aan je. Je hebt al een microfoon nu. Beter om die microfoon. Ja, precies. Ja, die microfoon te pakken. Ja, we doen het zo. We perfect. Doen het zo. Eén team, één taak. Lekker zitten. In Duindorp. Juist. Jij kent die Duindorpers, want jullie hebben samen dat lied opgenomen in Duindorp. Samen met Outsiders. Juist. Dan vragen wij ons af, want wij komen daar als, nou ja, als journalisten wat moeilijk binnen in die wijk. Vooral toen tijdens die rellen. Ja, inderdaad. Werden we nou een beetje belaagd. Wat zijn die Duindorpers volgens jou voor mensen? Ja, dat uit onderaan de streep zijn het gewoon hele normale, volkse, hardwerkende mensen. Die niet de hele dag thuis zitten en alleen maar erop uit zijn om rellen te schoppen of dingen te slopen. En wij hebben zelf ook gemerkt dat de ellende die voornamelijk plaatsvond in Duindorp, dat ook eigenlijk voornamelijk mensen waren die van buitenaf naar Duindorp toe kwamen. Die dachten, oh, daar zal het wel hommeles zijn. Dan gaan we daar even rel schoppen. Ja. Dus er zijn een hoop mensen daar zo opgepakt die helemaal niet uit Duindorp kwamen. En wat wij ook hebben gemerkt is dat, kijk, wij waren in het verleden, hebben we met hun te maken gehad, dus bij het opbouwen, daar hadden ze allerlei feesten en dingen, en met het oudejaarsavond ook, en daar hebben we dan opgetreden. Het zijn allemaal hele vriendelijke mensen, en er werd voor iedereen vis gebakken, en alles was gratis. Maar ja, dat heb je, als je daar niet vandaan komt, en je loopt op het strand, en je ziet die hele meute, dan denk je, nou, daar ga ik niet tussen staan. Nee. Of zo. Daar ben ik niet welkom. Terwijl dat helemaal niet het geval was. Maar wat gebeurt er nou? Toen dat vreugdevuur dus niet doorging, was gewoon heel veel teleurstelling. En natuurlijk zijn er fouten gemaakt bij het vorige vreugdevuur. En om dat dan over één kam te trekken en alles te cancelen, dat was gewoon wat rigoureus in een hoop mensen der ogen. En daarom maakte hij dat nummer, of niet?
Nou, wij hebben eigenlijk dat nummer gemaakt om het verdriet te uiten. En om ook aan te geven dat het niet zomaar iets... Weet je, het is niet zomaar een dingetje. Die mensen zijn, die steken er heel veel tijd in. Die vinden dat heel leuk om te doen met z'n allen. Dat creëert ook heel veel samenhorigheid. En het doel was natuurlijk... Hè, het in leven broeken van de vreugdevuren. Het in leven roepen was om de rottigheid op straat te verbannen. En dat lukt ook. Want als ik kijk naar de afgelopen jaren, kon je gewoon de straat op tussen kerst en oud en nieuw, was eigenlijk relatief weinig tot niks aan de hand. Juist. En nu, afgelopen jaar, en dat moet ik dan ook wel weer zeggen, toen het bekend werd dat het dus niet doorging, had je in het begin had je best wel wat rottigheid. Er waren wel dingen die echt, ja, die niet kunnen, zeg maar. Maar op het moment dat Oudejaarsavond daar was, vond ik het in Den Haag eigenlijk best rustig. Maar die... Er was meer ellende in Arnhem en zo, waar mensen zijn doodgegaan en huizen verbrand. Maar inderdaad, zo die weken ervoor af. Ja. Was er nou een deel van Den Haag, denk ik, en een deel van Nederland begreep helemaal niet hoe diep dat zat. Nee. Leg dat nog een keer uit. Wat nou, want we hebben het over een traditie, maar het is geen traditie van eeuwen natuurlijk. Het is nee. Wat we allemaal hebben meegemaakt, hoe dat groter en groter is geworden. Ja. Waarom zat dat dan zo diep en waarom is er wat ontnomen, terwijl ze ook een vergunning hadden kunnen aanvragen? Ja, het werd natuurlijk sinds 2001 al gedaan. Nou, nu zit je in 2019, dus daar zijn dus kinderen geboren die nu 19 zijn, die dat hun hele jeugd hebben meegemaakt. Weet je, dat ze met hun vader meegingen en dat ze meehielpen met opbouwen. Dus kerstbomen rauzen, wat je in de jaren 80, 90 zag. En al die toestanden met autobanden en al die ellende en dat elke hoek van de straat helemaal gesmolten was. Dat was gewoon niet meer. En als je dat zo rigoureus afkapt, ik weet niet of dat nou de oplossing is geweest. Okay, wat mij zo verbaasde is dat het niet die kinderen waren die zo vaak werden aangehouden, maar eigenlijk juist vaak die vaders. Het waren mannen van in de 30, 40 die toch even mee moesten omdat het niet goed ging. Of het waren hele jonge kinderen. Ja, hele jonge kinderen. Ja, dat verhaal van een jongetje van 9 met een molotov. Nou, die was ook absoluut te jong. Hoe kan dat nou? Het is gewoon, die hebben vakantie en die horen er van alles over. En die denken, we gaan gewoon de straat op. Gewoon keten. Ja, okay. Dat, ik weet niet of je als klein kind wel eens iets gedaan hebt dat je later straf hebt gekregen. Hè? Iedereen toch uiteindelijk. Ja. Alleen, ik denk de fouten die gemaakt zijn bij het vorige vreugdevuur, ik denk dat eigenlijk veel meer, veel beter begeleid had kunnen worden. Horen jullie straks nog een keer terug met een nieuw nummer? Dat sowieso. Zijn we heel benieuwd naar. En... Ja, tot slot, Duindorp volgend jaar, wat gaat het worden? Ik denk dat het allemaal heel rustig gaat zijn. Er was natuurlijk een fakkeltocht. Ja, er komt gaande vreugdevuur. Met een vergunning? Hè? Een vuur met een vergunning? Ik denk het wel, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Bernd Gansenbeef, gaat zien wel. En we zien je zo meteen terug. Yes. Applaus, alsjeblieft. Onze huisband De Handhavers. Geef ze een applaus, alsjeblieft. Ja, voor wie net is ingeschakeld via Den Haag TV of via ad.nl. U kijkt naar de talkshow Spuigasten, de politieke talkshow van Debatmeester. In samenwerking met AD Haagse Courant en natuurlijk Den Haag TV. De eerste politieke daad van Jan-Peter Balkenende was zijn krokettenmotie in de gemeenteraad van Amstelveen. De vergaderingen duurden ook daar lang. En hij stelde voor om, als het echt lang laat werd, een kroket rond te laten gaan. De man van de kroketten, hij werd later premier, iedereen weet het. Maar dan Den Haag. Richard de Mos ging met zijn kornuiten een keer weg. En de kroket werd in de ban gedaan. Mede door het toedoen van Janneke Holman van de Partij van de Arbeid. Want die zag haar kans schoon. Ze had ook de autoloze zondag op dat moment kunnen invoeren. Maar het bleef bij de kroketten. Holman dacht kennelijk, je gaat naar de Dungelman als je wilt snacken.
Alleen nog maar vegetarisch eten. En dat geldt trouwens ook voor hier. Ik zag hier ook wat rondgaan. En dat is ook allemaal plant-based. Chris van der Helm zat erbij als VVD-raadslid en keek toe en zag dat hij geen meerderheid bij elkaar kon krijgen om een behoorlijke kroket op tafel te houden. Hier zijn ze. Chris van der Helm van de VVD, Janneke Holman, welkom. En we gaan dit belangwekkende onderwerp nog eens even halen. Het was even zo'n momentje, dan heb je een momentum, heet dat in de politiek. Richard de Mos was er niet, zijn fractie was er niet en Janneke sloeg toe. Hoe ging dat? Ja, allereerst is het een beetje een misvatting dat er nu nooit meer kroketten zullen zijn. Nee, even naar dat moment. Maar het moment, ja. Wij hadden een initiatiefvoorstel gemaakt met de Haagse Stadspartij, de Partij voor de Dieren en de PvdA. Namelijk duurzaam voedsel nog een tandje bijzetten. En dat gaat over veel meer dan meer vegetarisch eten op het stadhuis. Namelijk echt hoe we meer lokaal, meer biologisch eten kunnen stimuleren in de stad. En dat zou al behandeld worden in de raad. En dat was de raad waar Groep de Mos uiteindelijk niet bij was. Dus inderdaad, toen haalde ons initiatiefvoorstel de eindstreep. En waarom heb je eigenlijk niet meteen die autoloze zondag ingevoerd? Dat had je kunnen doen. Ja, nu je het zegt. Balen. Dus de volgende keer als Groep de Mos nog zo'n stunt doet, van de gemeenteraad, dan... Chris, is dit nou betuttelen? Het is een enorme betutteling. Het is echt verschrikkelijk. Hiervan lopen de rillingen over je rug. Dat een aantal mensen gaan bepalen wat je wel of niet mag eten. En wat wel of niet gezond voor je is. En dat is voor de VVD echt verschrikkelijk. Je gaf net aan van we stonden erbij en keken daar. Nee, alles behalve. We hebben daar een heel fel en scherp debat over gehad. Je kunt zeggen, er zijn veel belangrijke zaken in Den Haag om het over te hebben. Ben ik ook direct met iedereen eens. Wat ons betreft is het ook helemaal geen issue. Blijft iedereen lekker eten wat hij of zij eet. Want die keuze maak je zelf. Goed, er zijn een aantal... Keuze maak je nog steeds zelf. Nee. Dus dat is het goede nieuws. En even op die betutteling. Dat vind ik altijd. Hè, dat is zo bijna karakteriserend voor linkse partijen. Namelijk dat... Wij kunnen weg. Wij gaan door. Do as we say, but not as we do. En dan hebben wij voorafgaand... elke raadsvergadering hebben wij een soort kleine broodjesmaaltijd. Daar kan je vlees- en visbroodjes eten. Maar daar ligt ook een kroket. En daar ligt ook een vega-kroket. En nou viel mij een keer op, en ik heb daar ook een foto van gemaakt, dat de twee stapels kroketten naast elkaar lagen. En je kunt wel zien... Ah, de bordjes waren omgewisseld. Dat weten we allemaal. De bordjes waren wel omgewisseld. De vleeskroketten, de rundvleeskroketten, die trouwens heerlijk zijn, die waren fake bijna news, op. Fake news. Okay, en alle vega-kroketten, die lagen er nog aan het einde. En dat geeft dus ook wel aan hoe ongelooflijk... naar deze betutteling. Ja, ik heb ook een foto gezien inderdaad, dat de bordjes waren omgewisseld. Dus ik weet niet precies welke van de twee nu waar is. Nee, er is geen bordje omgewisseld. Ja. Maar in al zijn kleinheid heeft het natuurlijk wel heel veel politieke lading. Want inderdaad, een deel van de politiek zegt... wij kunnen wel voor jullie bepalen wat goed voor je is. Mag ik even ook reageren inhoudelijk? Ja, want waar het om gaat is... het plan wat er ligt is... nu als er eten wordt geserveerd op het stadhuis... daar zit vlees bij en een beetje vegetarisch, dus kaas of helemaal vegan, zoals dat dan heet. En het enige wat in ons voorstel staat is, laten we het eens omdraaien. Net als dat je nu naar een bijeenkomst gaat waar bijvoorbeeld een diner is en je moet van tevoren aangeven, hey, ik ben vegetariër, doen we het nu andersom. Je moet het aangeven als je vlees of vis wil eten. En je moet nu een formulier in drievoud inleveren als je een broodje kaas wil eten. De standaard is dus vegetarisch, dat kan ook kaas zijn. En als je vlees wil, dan krijg je gewoon lekker je kroketje. Maar dan moet je het van tevoren wel even zeggen. Maar dan moet je wel bij Lisbeth van Tongeren een stempel halen. Ja, dan moet je inderdaad met een soort drievoudig hier en daar met stempels. Dat is onzin. Dat moeten vegetariërs nu ook doen. Nee, maar even zonder gekheid. Je zal toch een lunchbijeenkomst moeten organiseren. En aan 20 of 30 man moeten gaan vragen wat ze allemaal willen eten. Kijk, dat gebeurt nu ook. Dus er wordt een keuze je opgedrongen. Want als je niet kiest, dan krijg je dus vegetarisch. Terwijl het heel logisch zou zijn... En als liberalen vinden we dat ook echt. Zou het heel verstrekt normaal zijn als daar een broodje vis, een broodje vlees, een broodje kaas en een broodje vegetarisch ligt. En zijn er wat meer vegetarisch? En blijkt dat nou eenmaal, Jon, dan leg je er wat extra vegetarische broodjes bij. Maar dan kan iedereen zelf kiezen. Maar nu van tevoren allemaal dingen aangeven. Iedereen kan zelf kiezen, ook in het nieuwe systeem. Dus betutteling, het is helemaal geen betutteling. Het is... Chris van Helm, het is toch ook zo dat je als politiek heb je ook een soort voorbeeld te geven. En als je alles bij het oude laat, dan verandert er niks. Nou,
dat voorbeeld, dan pak ik die foto er nog maar bij. Dat voorbeeld, daar moet dan nog aan gewerkt worden. Want tot het nu toe voorbeeld dat niet klopt. Rundvleesbroketten gegeten. Nee, maar het voorbeeld, kijk, natuurlijk. Maar dat betekent niet dat je dan iets gaat opdringen aan anderen. Ik heb eens gekeken hoeveel vegetariërs er nou in Nederland zijn. En ik was daar oprecht benieuwd naar. En ik wist dat niet. Dat blijkt 5% te zijn. 5% van Nederland is vegetarisch. Dus voor 5% moeten wij ineens allemaal vegetarisch eten. Dat gebeurt hier al. Het gebeurt. Nee, maar waarom het zo ontzettend belangrijk is en waarom ik daar ook zo fel in ben, en het gaat er niet om of die ambtenaren nu, hè, want die kunnen ook buiten de deur bewijzen van een broodje koket halen. Het gaat om het principe. Want wat je nu ziet is dat de Partij voor de Dieren, ik geloof in Rotterdam nu ineens zegt, een paar dagen terug, mensen die na het stappen nog een kapsalon halen, dat mag niet meer als het aan ons ligt. Kijk, en zo gaat het steeds een stapje verder. En uiteindelijk dat broodje koket moet je straks in de donker steeg nog opeten. Dat nergens maar meer mag. Haal even adem, dan zal ik ook even wat meer vertellen over het waarom van ons voorstel. Namelijk, uiteindelijk moeten we in Nederland en in Den Haag ook gewoon duurzamer gaan leven. Beter voor het klimaat, beter voor het dierenwelzijn. Als de VVD zo graag straks nog 120 km per uur weer wil gaan rijden op de snelweg, dan moeten we ook echt wat doen aan de stikstofuitstoot van de veeteelt. En dat zijn allemaal redenen dat we dus op het stadhuis een heel klein beetje meer vegetarisch gaan eten. Kijk. En ik ben zelf ook een vleeseter. Ik eet zelf ook wel eens een rundvleeskroketje op het stadhuis, notabene. Duurzamer eten. Maar dat betekent niet dat als er voor mijn neus gewoon standaard vegetarisch of veganistisch eten staat, dan vind ik een broodje kaas of een kaassoufflé even lekker als een broodje ham of een normale rundvleeskroket. Waar maak je druk over, zeg. Dat is gewoon hoe het werkt. Dan over duurzaamheid. Ik heb gewoon eens gekeken. Ik denk, Google is op vegetarisch recept. En ik kom dan bij de ons bekende grootgutter. Geitenkaastruffel. Gewoon het eerste recept bovenaan. Daarin zit sushi-azijn, pistachenoten. Nou, die groeien niet in Nederland. Amandelen komen niet uit Nederland. Chili-vlokken. Volgens mij heeft Chris gewoon een hekel aan kaassoufflees. Ik heb het al door. Avocado. Ja, als je als kind allemaal elke dag dingen die niet uit Nederland weten, komen. En dat vind ik met onze grote vega-vrienden het grote probleem. Dat dan moeten de meest lekkere recepten op tafel komen. Die komen uit alle hoeken van de wereld. Terwijl als je lekker boerenkool met stamppot neemt en een lekkere plens jus en een goede rookworst erbij, is dat mega duurzaam. Punt gemaakt. Ik zit nog wel met één echt groot probleem. Ik geef je niet de kans om je te antwoorden. We hebben nog wel een stadswapen. Een stadswapen waar een ooievaar in staat. We hebben het gisteren even nagekeken. Hij heeft een paling in zijn bek. Nou, Janneke, zeg het maar. Wordt het blokken tofu? Wordt het... Want die paling, die kan niet meer. We gaan het hier oplossen. Wat moet het worden? Dat stadswapen van Den Haag. Nou, ja, dan kom ik even terug op het hele voorstel. Dat gaat namelijk ook over lokaal eten. En wat mij betreft ook onder lokaal eten valt, is gewoon de Noordzeevis hier, die hier op Scheveningen binnenkomt. Oké. En dat vind ik al een eerste stap, dat we onze vis niet uit van de andere kant van de wereld halen, maar gewoon eruit, lekker de vis hier. Dus die mag voor mij nog even in de bek van de ooievaar blijven. En ik denk dat Chris van Helm voor de Amerikaanse rivierkreeft gaat. We hebben een enorme plaag hier, de Amerikaanse rivierkreeft. Als het aan de Haagse VVD ligt, mogen mensen die zelf, exact, het is een delicatesse. Als het aan ons ligt, mogen mensen die zelf vangen. Dat kilt straks dat hele probleem. Voor een paar jaar dan, want die paling die staat echt fantastisch. En dat stadswapen, daar moeten we eigenlijk echt niet uitkomen. En dan ben je ook weer af van het rode gevaar, toch? Dank jullie wel. Janneke Holman van de PvdA en Chris van Helm van de VVD. Applaus. Het woord is aan onze huiscolumnist Marcel Verrek. Waarde stadgenoten, we hebben 2020 gehaald, maar vraag niet hoe. Gelukkig bestaat deze talkshow nog, want niets is zeker meer na de jaarwisseling. Zeker als talkshow, want voor je het weet beland je in een oorlog, een talkshow-oorlog. Die woedt nu op de televisie. Eva Jinek is voor veel geld met haar min of meer intelligente talkshow overgestapt naar de liefdeloze commerciële omgeving van RTL, waar ze normaliter alleen maar debiele spelletjes en talentenjachten met vergelijkbare bekende Nederlanders vertoonden. En toen kregen ze bij Op 1 van de NPO een originele gedachte. Omdat bij elke talkshow altijd dezelfde gasten zitten, dachten ze, weet je wat, we gaan niet de gasten variëren, maar de presentatoren. 2020, we moeten voort. Ik geloof dat de gemeente de burgeroorlog rond Oud en Nieuw nog wel mee vond vallen. Maar 64 uitgebrande auto's, dat noemen wij Australische cijfers. We weten trouwens nu ook waarom kangeroes zo raar huppelen. Dat komt door die gloeiend hete Australische bodem.
Maar goed, we moeten verder. En dan is er altijd die miserige januari maand. De evenementensamenleving waarin wij ons bevinden ligt even op zijn gat. Het hoogtepunt is dat er twee panda's hebben gepaard. En de eerste feestdag die longt is Blue Monday. Als dolende ZZP'er met te veel lasten en te weinig inkomsten moet je je dan niet laten meesleuren in de ellende. Dus ik dacht, kom op, ik ga eens gezellig aan de zee een broodje eten. Dan ga ik altijd naar Kijkduin. Dat ziet er momenteel uit alsof er toch een vreugdevuur in Den Haag heeft plaatsgevonden. De badplaats is veranderd in een net niet meer smeulende puinhoop. De boulevard oogt als een tandeloos gebit met wapperende zeilen en hekken. Er is nog één dapper winkeltje waar je wat souvenirs en kledingstukken kan kopen. In alle rust, het is niet echt dringen bij de kassa. Zeg maar Hudson B, Kijkduin. Je kan er ook een kopje thee krijgen en een tosti. Twee aardige dames vertellen giechelend over de gang van zaken in Kijkduin. Voor zover de enige gang in zit. Ze zijn in loondienst, vandaar dat ze nog kunnen lachen. Op de bouwplaats is al even weinig activiteit. De dure nieuwe flats hadden al betrokken moeten worden. Maar aan de parkeergarage kunnen ze nog niet beginnen, omdat de ingang niet via het terrein van de All Atlantic Hotel kan worden aangelegd. Planningsfoutje. Wie de mol is, weet ik niet. Maar hij is in ieder geval niet in Kijkduin. Als het om graven gaat, misschien wel om de boel in het honderd te laten lopen. Het is een miserige dag. Ik loop nog even over de boulevard. De enige andere wandelaar maakt ook foto's van de ravage. Het is liefdeloos. Een treurig symbool van een krachteloze overheid die het roer uit handen heeft gegeven aan de vrije markt. Die heeft geen boodschap aan het geheel en het gevoel. Die wil zoveel mogelijk huizen verkopen met zicht op zee voor heel veel geld. Wat alibi winkels is erbij en een paar veel te dure eettenten. Misschien ergens in een tochtgat een betaalbaar restaurantje waar de poffertjes van je bord waaien. De havenmonding wordt straks ontsierd door een torenflat en de vuurtoren is straks aan het zicht onttrokken door een massief appartementencomplex. Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren? Ik ben dol op de overheid. Dat zijn we namelijk allemaal en er gebeuren ook heel veel goede dingen. Maar wat is dit dan? Ongehinderd, liefdeloos winstbejag. Zogenaamd goed voor de economie. Die economische draak bijt nu in zijn eigen stikstofstaart. Kom op, gemeente. Kappen met dat gelul over kroketten. Neem het heft in handen. En snel, pak die tweede kans. Jullie zijn toch dol op tweede kansen? Die weglakker van de Belastingdienst hebben jullie nu toch ook een tweede kans gegeven? Die wordt nu opperhoofd op het stadhuis. Laat u voor de verandering eens het echte kapitaal aanpakken. Al weten we dat dat lastig is voor belastingmensen. Kijk naar de puinhopen van Kijkduin en grijp in. Want we weten wat er gaat gebeuren. Dat er in Scheveningen nog gewone mensen met zeezicht wonen. Dat is de projectontwikkelaars een doorn in het oog. Façades met dure appartementen moeten er komen. Privé stranden voor de deur. De Heek, Miami Beach. De temperaturen gaan al die kant op. Maar hier zwemmen de haaien op het land. Dank u wel. Marcel Verrek, dank je wel. Marcel Verrek. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Haagse politieke talkshow Spuigasten voor deze editie. Volgende editie is op 18 februari. Ik zou zeggen, zet hem in je agenda en graag tot dan. Maar niet voordat ik Axel heb bedankt voor vanavond. En nog één keer de kraaien met de Body Shaker. Ja, oké, mensen. Kom maar even van je stoeltje af. Ja toch? Gaan we even lekker schudden. Oké. Bla bla bla, doe die kraak kraak kraak. Piep maar allemaal piep, krijg je vla vla vla. Iedereen jaloers op de plek waar ik sta. Pak ze allemaal, leuk je zus en je ma. Kom maar lekker door, doe die body shaker. Kom maar lekker door, doe die body shaker. Zie er goed uit met een botte kraak, ja. Sneller dan het licht met die snelle planga. Lekker big huis aan de strand, shakabra. Money in the bank, ben een rijke tata. Kom maar lekker door, doe die body shaker. Kom maar lekker door, doe die body shaker. Body shaker. Kom maar lekker door, doe die body shaker. Kom maar lekker door, doe die body shaker. Body shaker.